Angela de Jong ergert zich enorm aan BN'ers en haalt uit. Gisteren bundelden het AD en SBS6 de krachten voor een gezamenlijke live-uitzending genaamd De Toekomst van Nederland. Hierin blikten prominenten terug heen vooruit op de coronacrisis. Columniste Angela de Jong kwam ook aan het woord en onze BN'ers kregen weer eens een flinke sneer. Zoals we van haar gewend zijn, nam ze geen blad voor de mond als het om BN'ers draait. Zo haalde Angela eerder al eens uit naar Nicky Plessen. Ze vond het gevaarlijk dat de boulevarddeskundige zich opeens ontpopte tot coronakenner. Ook nu trekt Angela fel van leer tegen de bekende Nederlander uitroepteken. Rol van de media. Angela, die naast Johan Derksen en Jort Kelder aan tafel zat, werd gevraagd naar de rol van media tijdens de coronacrisis. Veel BN'ers moeten voortaan hun mond houden, reageert ze. De dingen die ze zeiden vielen vaak niet in goede aarde. Sommige zaken werden misschien te breed uitgemeten. We kunnen echter nog niet zeggen hoe de media het gedaan hebben, want we weten ook nog niet hoe de overheid het gedaan heeft. BN'ers in coronatijd. Het eerste deel van Angela's uitleg refereert natuurlijk aan al die BN'ers die zich, nou ja, niet bepaald handig in het publieke debat mengden. Zo kunnen we ons René Vroeger natuurlijk allemaal nog wel herinneren. Die wilde laatst ook zijn ei kwijt over de coronacrisis en zei dat artiesten het hardst getroffen werden omdat ze geen ander werk kunnen doen. Uiteindelijk ging hij na een orkaan van kritiek toch maar diep door het stof.